met negenen, meneer. Met negen? Ja, met de plusbus. Met de plusbus? Ja. Ja, we hebben er een boos genomen. Ja, ja, hele bijzondere dingen. We zijn heel benieuwd wat het gaat worden. Ja, er zit wel wat tussen. Denk het wel. Tenminste, denk mijn man. Ja. U brengt hier een prachtig tegeltableau mee met een vaas gevuld met, rijk gevuld met bloemen. Zo'n tableau heeft natuurlijk ergens in de muur gezeten. Weet u daar misschien nog iets van? Nou, het zat in een oude boerderij bij ons op het dorp, in de keuken. En er was ook behang overheen gezet. Dus eigenlijk met toen dat eruit werd gehaald, kwam dit tegeltableau naar voren. Jee, dat moet echt een heel bijzonder moment zijn geweest. Want nou ja, het is echt een heel bijzonder mooi stuk. Het is echt ongelooflijk rijk qua bloemen. En wat bijzonder is om te zien is dat sommige bloemen al in het voorjaar bloeien. Bijvoorbeeld de narcis. Maar andere bloemen die bloeien veel later in het jaar. Zoals de roos pas in juni. En een korenaar die is pas rijp op deze manier. Zoals hier geschilderd is. In augustus. Dus de seizoenen zijn gemengd op het tableau. Het is geschilderd in mangaankleur. En ook nog verrijkt met een vlindertje en een bij. En de compositie is echt heel evenwichtig. Omdat we aan de bovenkant twee insecten zien. En daar beneden zien we twee losse bloemen. Deze productie kwam voor in Rotterdam in de jaren 40 van de 18e eeuw. Er zijn een paar tegels kapot. De waarde is €2.200. Oké. Dat is wel behoorlijk. Oh, ja, dat niet van. Ondanks dat er toch een aantal tegeltjes kapot zijn dan. Ja, klopt. Okay. Nou, mooi. Nou, u heeft een speciaal potje meegenomen. Ja? Ja. Wat, hoe bent u daar aangekomen? Nou, ik en mijn vrouw zijn eigenlijk wel hele fervente kringlopers. Ja, ja. We kwamen dit potje tegen en dat vonden we eigenlijk zo bijzonder. Ja. Dat we dachten van ja, dat moet mee. Ja. Ja, het is ook vrij bijzonder in die zin dat ik dit model nog niet gezien heb. Oké. Dit bronzen potje is gemaakt omstreeks 1900 ja. In Italië, ja. Waarschijnlijk in Rome of in Napels. Maar het is dus een kopie, een vrije kopie, naar Romeinse ja. Voorbeeld. We zien allemaal klassieke motieven, maar als we nou naar het oor gaan kijken, ja. Als je dus hier deze motieven ziet, ja. Die zijn een beetje romantisch. Mm-hmm. En dan valt hij natuurlijk een beetje mee door de mand, zal ik maar zeggen. Okay, hè? Dus ja. Dat je toch niet echt uit de antieke oudheid stamt. Maar is dit dan nou kitsch of niet? Dat is de vraag. Nou, en het begrip kitsch is best een heel moeilijk begrip. Mm-hmm. Omdat we bepaalde tijden, dan vinden we bepaalde zaken kitsch. En ja. Dan iets daarna, dan verandert dat. Dus het heeft ook iets mm-hmm. met de beoordeling van ons te maken. Dit is in ieder geval geen kitsch in die zin. Die mensen hebben dat gekocht als een aandenken aan hun reis naar Italië. Ja, precies. De Grand Tour. Ja. Het is goed gemaakt. Het is uit de vroegere periode. Want ja. De latere die zijn meestal van zink. Dus een zwaar gegoten bronzen stuk. Ja. De mensen die in die tijd op vakantie gingen, waren vaak veel eisend. Dat moest wel bij de rest van hun fraaie interieur passen. En zo'n stukje, als je dat nu wil kopen bij iemand die handelt in Grand Tour vaatwerk, ja. Dan vrees ik dat u voor zo'n potje toch wel zo'n €500 okay. Moet betalen. Ja, helemaal goed. Ja. Jammer, niet uit de oudheid uiteraard, maar ik ben wel heel blij om het te weten. Want nou ja, we hadden al zoveel dat we naar keken dat we dachten van ja, zo bijzonder eigenlijk. Ja. En we konden gewoon ook niet ontdekken waar het nou vandaan kwam. Dus nou, geweldig. Heeft een mooie opvallende hanger meegenomen. Ja, mooi hè? Ja, draagt u hem wel eens? Heel soms. Heel soms. Als ik jarig ben of met kerst. Heeft u een cadeau gekregen, zelf gekocht ja. Ergens? Ik heb een cadeau gekregen van een heel oude dame. Mm-hmm. En wij noemden haar tante. Ze was niet een echte tante. Ze werd ziek, kwam in het ziekenhuis te liggen. En toen kreeg ik dit van haar.
Bijzonder. En ik was letterlijk verguld, zeg maar. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Nou, we gaan eens even horen waar het vandaan komt. Oké. U had hem gefotografeerd thuis. Ja. En naar ons opgestuurd. Want dat kan nog steeds. Als iemand een voorwerp heeft en denkt van wat zou het zijn. Dan mag je ook een foto opsturen. Ja. En Martijn, jij zag de foto en zei nou die wil ik graag in het echt zien. Hè? Want wat is het? Het is goud en koraal. Bloedkoraal. Mm-hmm. Zoals we dat noemen. De kleur van bloed. Corallo rosso in het Italiaans. Want het interessante is dat koraal oorspronkelijk, en dan hebben we het over de 17e eeuw, met de VOC uit Azië werd aangevoerd naar Nederland. En het koraal wat in die tijd werd gedragen in Nederland, dat heeft uiteindelijk gezorgd voor de koralen bij de klederdrachten. Denk maar aan Zeeland, ja. Volendam, Friesland, Noord-Holland, West-Friesland, waar ik zelf vandaan kom. Als ik aan koraal denk, dan denk ik aan molens, kaas en klompen. Maar het kwam uit Azië. Maar er komt ook koraal uit Italië. En ik heb eigenlijk geen idee of mensen dat weten hoe dat koraal gevonden wordt. Dat wordt gevonden in de vorm van takken. Het zijn de skeletten van polypen, kalkskeletten. En omdat ik koraal zo ontzettend vaak krijg aangeboden bij Tussenkunst en Kiets, heb ik zo'n takje altijd bij me. Dit is het takje wat ik dan laat zien. Uit de dikke delen worden grote kralen geslepen. En dan leg ik ook altijd uit dat de kleinste stukjes of als takje worden gebruikt in sieraden of als kraaltjes. Uit zo'n stuk zijn dus ook deze twee stukken koraal gesneden. Dat koraal werd gevonden voor Napels. In Napels bestond een hele industrie van dat koraal bewerken. De wijk van Napels waar dat gebeurde heet Toro del Grego. En er was een koningin van Napels in het begin van de 19e eeuw. Koningin Caroline, zusje van Napoleon. Die werd door haar broer als koningin van Napels aangesteld. En die Caroline van Napels, Caroline Bonaparte, die was gek van dat koraal. En die heeft die hele industrie opgestuwd. Okay. Zij droeg dit soort sieraden. Dan wordt dit soort sieraden worden gedragen door haar. En dan volgt de bevolking ogenblikkelijk. Zij was begin van de 19e eeuw. Dit is 1850 ongeveer. Maar dan blijft dat dus een hele tijd in de mode, dat koraal. Ja, want dat onderste is natuurlijk een mooie pegel. Ja, een lange druppel. Hè? Zo lang ken ik ze helemaal niet. Ja. En dan daarbovenin een kamee in koraal gesneden. En dan goud eromheen. En dat goud, dat is ook nog weer zoiets. Dat, toen ik hem zag net zo pas, toen dacht ik ogenblikkelijk, oh, dat is het beroemde schaumgold, schuimgoud. Het is namelijk zo wat dat... Gehoord? Ja, ik heb een keer gehoord dat het misschien gevuld zou zijn met iets van was of zo. Nou, het was zo dat aan het eind van de 19e eeuw worden de gilden opgeheven. De kwaliteitscontrole verdwijnt. En dan is er ook steeds minder geld in de 19e eeuw. Een soort neergang. En dan wil men toch flinke juwelen dragen. Want vergeet niet dat de kleding die hierbij gedragen werd. Hele wijde hoepelrokken. Hè, met veel stof, dikke stof. Daar moest grote juwelen bij. Ja. En dan heeft men een techniek ontdekt dat goud heel dun uitgewalst wordt. En dat wordt met stempels in die modellen van die juwelen geslagen. Dat goud is zo dun, daar moet wat in zitten om het te verstevigen. Dat is geen was, dat zou niet kunnen. Dat is schellak. Oh. Ja, dus ik wil het enthousiasme niet helemaal weghalen. Maar er is dus, zit minder goud in dan dat je zo op de eerste oog. Precies, ja, eigenlijk wel. En het nadeel daarvan is dat het ook heel snel beschadigt. Mm-hmm. En hier, de kwaliteit van deze hanger is perfect. Mm. Ik ben heel blij als ik dit zie. Heerlijk om jouw enthousiasme weer te zien. Over dit soort sieraden. Ja, kom je ze nog veel op de markt tegen? Nee. Want ze zijn natuurlijk fragiel. Het is fragiel. Ja. Nee, je komt het niet zoveel tegen in deze kwaliteit. Nee. Als je dit tegenkomt in de kunsthandel, dan betaal je 3000 euro. Oké. Ik vind het een mooi verhaal. Even showen hoor. Zo, hoe was het? Leuk! Leuk. Ja, superleuk. Tevreden.